Je kunt ook de bibliotheken gebruiken om bestanden, of beter gezegd onderdelen van bestanden, met elkaar te delen. Wil je dat met iemand delen, dan moet die persoon wel een Creative Cloud abonnement hebben. Je kunt dus het niet delen met een klant die geen abonnement heeft. Een bibliotheek is echt programma gebonden dus. Ik gebruik Illustrator als voorbeeld. Ik kies uit het venstermenu Bibliotheken. Dan gaat het palet hier aan de rechterzijde open. En ik wil nu een bibliotheek maken die ik met mijn collega's wil delen en waarbij we dus allebei elementen kunnen toevoegen en aanpassen. Ik kies daarvoor in het menu van de bibliotheekpalet voor een nieuwe bibliotheek. Ik geef het een naam. Ik noem het Project Illustrator. Wel even goed klikken natuurlijk. En ik klik op maken. En de bibliotheek wordt aangemaakt. En nu kan ik daar elementen inzetten. We noemen dat middelen. In het Engels het asset. Ik selecteer een ontwerp. En ik sleep het simpelweg in het palet. Ik kan de naam veranderen door met de rechtermuisknop erop gaan staan en te kiezen voor hernoemen. Ik noem het even kleuren. Gaan we even goed klikken. Kleurenwire. Ik kan ook een element toevoegen door het te selecteren en hier op het plusje te klikken. Toevoegen. En ook die wordt dan toegevoegd. En zo kan ik allerlei zaken hier aan verbinden. Nu wil ik deze bibliotheek beschikbaar stellen voor mijn collega. Ik doe dat zo. Ik wijs uiteraard hier, zorg dat ik de juiste bibliotheek voor me heb. En ik kies uit het menu hier samenwerken. De cloud wordt opgestart. En ik ga nu iemand uitnodigen. Ik voer zijn e-mailadres in. En ik kan op uitnodigen klikken. Mijn collega krijgt nu een melding, een uitnodiging en kan deze accepteren. De persoon moet dus deze accepteren om bij die bestanden te kunnen komen. Mijn collega heeft nu in zijn Creative Cloud symbool nu een rode stip staan en die kan dus toegang krijgen tot deze bibliotheek. Ik kan natuurlijk zelf ook uitgenodigd worden om een bibliotheek te delen. En wanneer ik naar mijn Creative Cloud ga, dan zie ik dat ik een uitnodiging heb. Ik klik die aan en ik krijg een verzoek om een bibliotheek te delen, om samen te werken aan deze bibliotheek. Ik klik op accepteren. Mijn collega krijgt nu ook bericht dat de uitnodiging door mij is geaccepteerd. En ik kan nu naar Illustrator gaan, naar mijn bibliotheekpalet. Ik kan op dat driehoekje gaan staan en ik kan daar dus kiezen voor het ontwerp. Voorstel grafisch ontwerp. En daar zie ik het ontwerp wat mijn collega heeft gemaakt. Ik kan dit ontwerp nu gaan gebruiken in mijn Illustrator bestanden. Ik zoek even een leeg plek op waar ik dat kan neerzetten. En wat je nu simpelweg doet, is je pakt het document op en je sleept het naar je bestand toe. Je krijgt een geladen cursor en het bestand wordt geplaatst. Let op, dit is een gekoppeld bestand. Wanneer je hierbovenin klikt op insluiten, is het een gewoon Illustrator bestand geworden en kan ik dus zonder problemen dat bestand ook gaan aanpassen.